Omdat er nou eenmaal idioten zijn die ervoor betalen. Die sowieso veel te veel geld hebben en dan van gekkigheid dan maar kunst gaan lopen kopen. Hé, meneer Harmsen? Ik zeg net tegen Van den Berg hier, ik zeg het is toch eigenlijk een schandaal dat er gasten zijn die te lui zijn om te werken en dan noemen ze de eigen maar kunstenaar. En dan zijn er ook nog mensen die betalen voor die flauwekul. Dit is flauwekul? Koeiman, moeder en ik spanderen jaarlijks voor enorme bedragen op kunstveilingen, zoals daar zijn Fagavith, Christie's en Mac van Wij. Dat wel natuurlijk. Wij patriciërs beschouwen het al eeuwenlang als onze dure plicht om ons familiekapitaal te besteden aan het behoud van de kunstschatten waar ons kleine land zo rijk aan is. Ook dat. Wat zal ons leven armoedig, leeg en onbetekenend zijn zonder het Klaarobscuur van Rembrandt, landschappen van Ruisdaal, Hobbema, schutterstukken van der Helst. Er zou niks meer aanwezen, meneer Armzicht. Kunstenaars, Koeiman, doordiesen we onze samenleving met het gest van een geest. Ja, nee, ja, daar kom... Ik ken zelf uitstekend tekenen, hè. Werkelijk, Koeiman. Ja, ik ben mevrouw aan het portretteren. Ik heb haar naar de kapper gestuurd. Ik ga het vanavond beginnen. Dat had ik niet achter jou gezegd. Nee, dat zeggen ze wel meer, meneer Harmsen. Totdat ze me met mijn schetsboek in de weer hebben gezien. Zeker weten. Het is dat Jaap zo dol is op de bus, anders zou heel Boijmans vol van haar hangen. Ja, nou, heel Boijmans, Henkie, maar toch wel één vleugel. Ze bellen me elke week op van Koeiman, want wanneer begin je nou? Is dat zo? Ja, Jaap heeft wel geen telefoon, maar daar gaat het nou niet om. Nee, maar de buren hebben telefoon. Goedemiddag. Simon. Simon. Vriendje Stokvis. Oek aan het portretteer. Meneer Harmsen. Alsjeblieft. Simon O. Stokvis. Journalist. Heden is namelijk opgericht in put 64 onder de Wolfertsbocht tijdens een plenaire vergadering van het voltallige personeel. Het weekblad De Bruine Rotterdammer. De Bruine Rotterdammer. De Bruine Rotterdammer. De Bruine Rotterdammer. De enige. Gefeliciteerd, Simon. En wat komt daar zo al in te staan? Al het nieuws waar een luchtje aan zit. Ja, ze zijn op zoek naar stront aan de knikker. In onze statuten staat heel duidelijk vermeld dat De Bruine Rotterdammer een weekblad wil zijn, dat het hele nieuwsspectrum beslaat en dat zich wil richten, zonder overigens tot oppervlakkigheid te vervallen, tot een zo breed mogelijk publiek. Het is immers zo dat iedereen met de Rio te maken heeft. Dus, De Bruine Rotterdammer is er voor iedereen. En meneer Harmsen, om de daad bij het woord te voegen, zou ik u heel graag willen uitnodigen om in het eerste nummer een interview te geven. Vriendje Stokvis, geweldig. Dat doe ik heel graag. En wanneer moet dat? Vanavond, want het moet vannacht bij de drukker leggen. Morgen komt het eerste nummer namelijk al uit. Vriendje Stokvis, het is mijn eer en genoegen om jou vanavond bij mij thuis te ontvangen. Ja, ik zou wel een beetje uitkijken als ik u was, meneer Harmsen, want we hebben het hier natuurlijk wel over rioeljournalistiek. Koeiman, hoe durf je? Ik ben ervan overtuigd dat Vriendje Stokvis zich naar eer en geweten van zijn taak zal kwijten. Ja, nee, allicht. Ja, en dan zou ik nou gelijk van de gelegenheid gebruik willen maken om een foto van u te nemen, meneer Harmsen. Misschien met de chauffeurs erbij? De enige. De directeur gewoon tussen zijn mensen. Dat de lezer kan zien hoe eenvoudig ik ben gebleven. We zijn er nog maar pas begonnen. We moeten roeien met de riemen die we hebben. De zoeker is namelijk stuk. Maar ik heb gelukkig bij de padvinderij gezeten. Een kompas, Vriendje Stokvis? Ja, ja, maar het is wel een hele goeie, hoor, meneer Harms. Het is een hele goeie. Die gebruik ik namelijk altijd in de riool bij springvloed. Dus dat kan niet missen. Goed. Allemaal eventjes naar het vogeltje kijken.